plaatsen, hè. Dus daar kan je helemaal niet bij. Bij muziek is het niet nodig. En bij moderne kunst is het vaak wel nodig. Want dan heeft de kunstenaar... Tenminste, je hebt natuurlijk twee soorten kunst. Je hebt kunst waarbij je niet nadenkt en waarbij je wel nadenkt. Je hebt ook kunst zwart-wit, alles in zwart-wit. En je hebt ook kunst dat alles in kleur is. En je hebt kunst die driedimensionaal is. En je hebt kunst die niet driedimensionaal is. Oftewel, je kan eigenlijk alles bij elkaar definiëren. Door te zeggen van, je hebt het gedeelte wat wel zo is en je hebt het gedeelte wat niet zo is. En dat is... de eerste aanslag op de heelheid van de schepping. Laten we dat er maar van maken. Maar dat is eigenlijk... Je deelt steeds het geheel in tweeën en dat deel je in kleine tweeën tot honderden miljoenen kleine stukjes. En aan die kleine stukjes geef je dan een bepaalde klank, taal. En omdat je al die stukjes van een bepaalde klank, dus een representatie voorziet, kan je het over die stukjes hebben op een moment dat het niet aan de orde is. En sowieso dat je het over die stukjes hebt, gaat eigenlijk al niet meer over de werkelijkheid. Want je hebt het over de representatie van die stukjes die weer de werkelijkheid representeren. En de werkelijkheid, zullen we daar gewoon even van uitgaan, sorry, het is echt heel new age, maar de werkelijkheid is gewoon één geheel. Dat is gewoon, dat is helemaal niet opgedeeld. Dat is echt, dat enige wat het opdeelt, dat zijn de grijze cellen in je hoofd. Die hebben nodig, dat is hun taak. Daarvoor zijn ze gemaakt om het op te delen. Want het is natuurlijk wel handig. Het is heel handig om over dingen te praten die nu niet aan de orde zijn. Dat is nou wat je doet met denken. Dus dat is eigenlijk een soort virtueel iets. Net als, laten we zeggen, het moment dat een object in beweging komt, dat is eigenlijk een moment van oneindige versnelling. Heel eventjes, hè. Want je staat stil en dan ga je bewegen. En dat is dat allereerste moment. Daar gebeurt eigenlijk iets heel raars. Want je gaat van totaal nul, ga je naar iets. En dat is ook altijd iets wat mij erg bezig houdt, dat houdt me echt nog steeds bezig. Het verschil tussen 0 en 1. Ik kan het heel simpel toelichten. Kijk, voor mij het feit dat er één aarde bestaat, is voor mij, dan denk ik van, nou ja, dan is het dus niet logisch, maar dan is het heel erg aannemelijk dat er meerdere aardes of meerdere planeten met levende, ontwikkelde wezens zijn. Want het zou gewoon te absurd zijn als er maar één is. Kijk, als er geen 1 is, dat zou kunnen, dan gewoon 0. Maar als je de overgang maakt van 0 naar 1, die is oneindig veel groter als die tussen 1 en 2. Want ja, als er 1 is, ja, kunnen er ook 2 zijn. Het zou eigenlijk heel raar zijn als er maar 1 is. Het zou toch heel raar zijn. Halen, 3 jaar geleden, dus was al aan de late kant. Dat was voor mij heel bijzonder, omdat ik maar besefte dat met het halen van een rijbewijs, dus als je daarmee bezig bent, dan kom je eigenlijk voor een van de laatste momenten in je leven in contact met iets wat bijna iedereen meemaakt.
niet op dezelfde manier, maar iedereen moet er doorheen. Dus kijk, als je op de lagere school zit, dan zit je op de lagere school, dan is iedereen hetzelfde. Maar daarna ga je naar MAVO, HAVO, VWO, VMBO. En dan ga je andere dingen meemaken. Dan hebben de meeste mensen die krijgen kinderen. Dat is ook zo'n moment waarop je allemaal hetzelfde, dus door dezelfde dingen heen moet. Ongeacht je afkomst of weet ik het, alle dingen. Maar met je rijbewijs, omdat ik geen kinderen heb, met mijn rijbewijs had ik dus die ervaring van die jongens. Shit, iedereen heeft ooit deze theorieboekjes zitten te leren. De uitkomst is wel anders, want de een haalt het in één keer en de ander haalt het nooit. Maar het fenomeen op zich is voor iedereen gelijksoortig. En dus ook het systeem wat je wordt aangeleerd van rijregels en hoe je moet autorijden, hoe je moet schakelen, koplampen, achteruitkijken, spiegels gebruiken, al die shit, dat wordt iedereen op dezelfde manier aangeleerd en dat vond ik echt schitterend. En dan ook als je dus net gaat autorijden, dat je weet bij zo'n invoegstrook, dan weet je gewoon waar die ander mee bezig is. Die is aan het kijken of die je voor moet laten of dat die er even omheen moet piepen. En ik was daar zo op gefocust dat ik echt gewoon alles daaraan ging ophangen. Dan, je weet gewoon, een snelle auto die gaat gewoon snel. Die gaan vaak zitten in de linkerbaan. En dat is ook vaak zo, maar je zou ook kunnen zeggen dat dat een vooroordeel is. Alleen, je noemt het geen vooroordeel, omdat hetgene wat je denkt kennis van te hebben, daar zit geen morele lading op. Dus ja, snel houdt het snel. Oké, dus je zit vaak op de linkerbaan. Dus als je die in je spiegel ziet, dan weet je, moet je niet gaan inhalen, want de gast is zo bij je. Terwijl als je een eend in je linkerspiegel zit, dan weet je, nou ja, dan kan ik nog 100 keer voor langs piepen. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal ervaringen die je hebt, die je projecteert op dat moment. Dus dingen geleerd uit het verleden. Nou, projecteer je op dat moment en dan denk je van, oké, ik kan gaan, want het is een eend. Maar omdat er geen morele lading op zit, wordt het geen vooroordelen voor me. Maar als het nou heel moreel geladen zou zijn, dan zou mijn inschatting van dat er een eend links van mij verschijnt. En ik zou zeggen, nou, dat is een langzame auto. Dan zou iemand zeggen, nou, maar dat kan je zomaar niet zeggen. Het kan best een eend zijn met een... Nou, er zit net iemand... dat is waanzinnig, jongens. Deze gast haalt mij dus nu heel snel in. Kleine auto. Mooi. Maar goed. Die eend kan best een V8 motor ingebouwd hebben. En die kan er zomaar bang langs je komen. Dus je moet niet zomaar dingen die je vroeger hebt meegemaakt of die je in de kranten leest, dat moet je niet geloven. Nou ja, of de analogieën met allerlei dingen waar wel morele oordelen op zitten, niet te uitleggen. Misschien wel, maar anyway. Dat is niet zo interessant. Kijk, ik deelde natuurlijk ook allemaal, maar ik wil er gewoon van af zijn van al die ballast. Ik zie het gewoon als ballast. Al dat denken, ik word er zo moe van. Wat levert het nou op? Wat levert het op? Ja, het is een beste maatschappij, een manier om heel ver te komen. Of course. Maar wat levert dat heel ver komen zijn? Het heel ver komen, wat levert dat je op? Ik zie het niet. Ik zie het niet. Als ik een video zie, antropologische video van een of andere stam, Afrika, dan
Westen wel hebben en wat ze in zo'n, bij zo'n antropologische stam niet hebben. En dat is medische kennis, ziekenhuizen en zo. Dat is eigenlijk, kijk, je kan natuurlijk zeggen, je kan overal aan wennen en het is allemaal zoals je het zelf wilt zien en dat is 100% zo. Maar als je arm eraf hakt, dat doet gewoon pijn. Dus dat is, ik bedoel, je moet ook realistisch blijven, dat doet gewoon pijn. Nou, en als dat dan gebeurt in Afrika, je arm wordt eraf gehakt, dan ga je gewoon dood. Maar als dat gebeurt in het Westen, dan ga je helemaal niet dood. Dus binnen 10 minuten is er een ambulance en die spuit je vol met morfine en dat je totaal bewusteloos wordt. En je wordt een dag later wakker in het ziekenhuis en je arm is netjes. Nou, misschien is hij er wel weer aangezet. Weet jij veel? Nou, dat is volgens mij echt een onomkoombaar positief verschil tussen het Westen en het niet-Westen. Maar voor de rest, materiële zaken, jongens, dat hoef ik jullie denk ik niet vertellen. Maar dat gaat helemaal nergens over. De mogelijkheid om je te kunnen uiten, ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Om jezelf te zijn. Maar ja, als je niet ontdekt dat het belangrijk is om jezelf te zijn, dan mis je het ook niet. Kijk, dat is iets anders als met je arm eraf hakken. Dat doet gewoon pijn, maar als je niet weet dat je jezelf kan zijn, dan mis je het ook niet. Wel een beetje misschien. Ja, jezelf zijn is ook, wat is dat voor opmerking? Je moet jezelf zijn. Ik vind het een feitelijke, complete, abstracte samenraapsel van klanken, waaraan ik geen enkele inhoud kan toekennen. Ofwel. Maar ja, dat is dus taal. Dat is een construct. Dat is iets, dat is niet de werkelijkheid. Het gaat over de werkelijkheid. En niet. Het is ook werkelijkheid. En voilà, nou dat is dus, daar ga je met je logica. Het is het wel en niet, maar het is het eigenlijk allebei. Ja, ja. Logica is ook maar verzonnen door Aristoteles, meen ik. Propositielogica of zo. Werkt wel. Ik kan er wel armen mee aanzetten. Maar het is niet de wonderpil. Kijk, feitelijk is gelukkig zijn het enige belangrijke op de wereld. Hoe je gelukkig wordt, dat is voor iedereen anders. Maar als je toch over één. Als je toch over één index moet hebben, één metric, één meetlat waaraan je dingen kan afzetten van, dus dat ik kan zeggen, wat is meer dan dat of minder dan dat, dan is de essentiële metric, dus de lineaal, dat is of de mate van gelukkigheid. Het is gewoon simpelweg het rapportcijfer wat je jezelf geeft. Dat is een betere index om af te meten. Ja, het zit hoe gelukkig je bent als geld. Want je kan heel veel geld hebben, ongelukkig zijn, maar je kan niet. Ja, het is eigenlijk wel heel mooi. Je kan van alles. Je kan veel geld hebben en ongelukkig zijn. Je kan veel vrienden hebben en ongelukkig zijn. Je kan alles goed doen en toch ongelukkig zijn.
Maar je kan niet gelukkig zijn en toch ongelukkig zijn. Of misschien kan dat ook wel. Ja, dat zou het helemaal feest zijn. Al deze dingen die ik hier opneem, dat is, ik wil even de camera weer eens wat veranderen. Ja, leuk. Leuk. Ja. Oké. Okay. Al deze dingen, pauze. Al deze dingen die ik hier opneem, die zijn bedoeld voor het vak van Robert. En ik dacht eerst dat het een heel gestructureerd vak is. Teksten lezen en discussiëren. En ik ben toch tot de conclusie gekomen, jongens. Dit is gewoon de manier waarop ik het wil invullen. Ik wil gewoon dingen vertellen die ik belangrijk vind. Want dat is voor mij één onontwardbare kluwe. Die, als je dan kijkt naar wat ik doe op school, dat produceert de dingen die ik maak. Dus dat is gewoon de background. En ik kan wel allemaal plaatjes gaan uitzoeken uit tijdschriften en zo. Maar dat is gewoon helemaal niet mijn manier. Het is triest, maar ik denk gewoon, ja, ik denk toch gewoon na. Het gaat wel over niet nadenken. Maar ja, heb ik het al, kom je eigenlijk steeds op uit. Je zegt van, het is niet zo. Nee, je zegt van, het is wel zo. Dus het kan niet zo zijn, maar het is niet zo. Het kan allebei tegelijk zijn. Maar dit doe ik dus voor Robert. En ik ga dus nog wel, dit heeft gewoon allemaal te maken met wat ik maak voor school. Want ik heb gewoon geen andere input. Klasgenoten, of course. Maar ik zit niet op kunstwebsites te kijken en zo. Ik ga niet naar musea. Als ik dingen zie, als ik kunstwerken zie, schilderijen en sculpturen, dan denk ik wel van ja, dat kan ik gewoon nooit. Zo zal ik nooit dingen maken. Dat is voor mij gewoon niet mijn ding. Ik kan het echt heel mooi vinden hoor, ondertussen. Maar ik zie gewoon ook het verschil in kwaliteit, tenminste, wat als kwaliteit wordt benoemd. Dat soort dingen ga ik helemaal niet leveren. Dat is helemaal niet mijn ding. Nee. En vaak is het ook gewoon veel te knap. Veel te knap. Ik zat gisteren een film te kijken. The Holy Mountain. Nou, waanzinnige film. Heel psychedelisch. Maar als ik zo'n film zie, dan denk ik van shit man. Dingen die ik maak voor een video, dat zijn ook van die droomdingen. Maar dat kan natuurlijk nooit zo fantastisch worden als in zo'n film uit 1973. Hoeft ook helemaal niet. Want ik heb helemaal niet de interesse om zo precies, uitgebreid, georganiseerd dingen neer te zetten. Dat gaat mij veel te ver. Veel te ver. Ik hoef dus ook niet. Je wilt natuurlijk wel je waardering. Maar ik zal voor waardering zal ik niet heel diep en langdurig dingen doen waar ik eigenlijk geen zin in heb. Dus als ik een persoon zou zijn die wel graag zo ver zou gaan, dan zou ik misschien ook wel dat soort dingen kunnen maken. Dan zou ik alles organiseren en uitstukken en positioneren. Maar ik vind het gewoon niet belangrijk. Het is gewoon niet mijn ding. En ik vind er dus van overtuigd dat je extreem diep in je eigen ding moet doorgaan. Omdat daar ligt het. Het is natuurlijk altijd een doos die leeg lijkt te zijn. Ook.
Maar daar ligt het wel. Dus ik kan daar helemaal niet uit. Even kijken hoor, ik ga eventjes een kopje koffie drinken. Waar zijn we? Van de Valk. Oeh, grote parkeerplaats. Dit is te groot voor deze kleine jongen. Na 40 meter in het voordeel van Leenstra, die heeft wel wat. Kijk. Hetgene met taal is. Taal is iets dat bestaat nog maar 50.000 jaar. En er zijn eigenlijk maar heel weinig. Entiteiten die er iets mee kunnen met taal. Eigenlijk bijna niemand kan er iets mee. Deze snelweg kan er niks mee, dat bord kan er niks mee. Die bomen kunnen er niks mee, de lucht kan er niks mee, gras kan er niks mee, dieren kunnen er niks mee. Alleen mensen kunnen er iets mee. En dat is niet zo dat wij dit iets mee kunnen, maar ze zijn gewoon bijna taal. Dat is namelijk zo'n beetje de enige manier. Nee, dat is niet zo, maar dat is een heel belangrijk gedeelte van hun bewustzijn. Maar dat bewustzijn, dat heeft dus een hele andere zijnse status als het niet talige gedeelte van de werkelijkheid. Dat niet-talige gedeelte, dat is oneindig groot. Er staan alles behalve mensen. En mensen, die hebben dus een heel ander bewustzijn. Dat klinkt wel een beetje stoned, maar dat ben ik niet. Oh, dat is het voordeel van een twijfel. Hey, kijk maar nou. Ga dan maar eens langzamer rijden. Oh, dat moet hier. Ja, gaat het wel goed. Waar zijn we? Nee. Dit is de afsluitdijk. Nee. Het is toch niet zo? Kijk eens, die vrachtauto die hier voor ons rijdt. Stel je voor dat het een dieplader was. Dus dat er geen huis op zat. Dan zag je hier achter dat brede gedeelte en dan daarvoor de cabine van de chauffeur een stuk smaller. Stel het maar even voor. Dat vind ik echt fascinerend. En dat vind ik bijvoorbeeld heel gaaf aan een kunstenaar als Jan Dibbets. Die volgens mij heel veel met perspectief bezig was. Want perspectief, dat is iets wat helemaal niet bestaat natuurlijk. Het bestaat helemaal niet. Het is niet zo dat dat ding groter is. Wat dichterbij is als hetgene wat verder weg is. Alleen je neemt het zo waar. Wat een stuk. Hebben zich geregistreerd voor het referendum van zondag. Zuid-Soedan stemt dan over onafhankelijkheid van het noorden.
De verwachting is dat de Soedanezen massaal voorstemmen. Het referendum wordt wereldwijd nauwlettend gevolgd. Er bestaat de vrees voor geweld. Veel noorderlijk. Oké. Kijk, over referenties, hè. Drie jaar geleden was ik in India. Ja, dat is natuurlijk hartstikke gaaf. En ik was daar op een moment op bezoek in een ashram van Ayurvedische medicijnmannen. Heel bijzonder, liepen allemaal in het wit. Allemaal minstens 60, 70 plus. En hun grote swami, die was al 10 of 15 jaar dood. Maar het gave was, die swami die was niet dood. Maar die swami was uit zijn lichaam getreden. En ik stond daar bij zijn praalgraf en stond gewoon zo expliciet uit zijn lichaam, dat ik dacht op dat moment nog van ja, maar ze bedoelen dat hij dood is. Ik snap wel dat ze zeggen dat uit zijn lichaam, maar ze weten ook wel dat hij dood is. Maar nu besef ik, dat is voor hen niet zo. Hij is voor hen niet dood. Hij is voor hen uit zijn lichaam getreden. En in die zin bestaat dood dus niet voor zo'n cultuur. Dat is echt zo interessant. Zelfs in het woord concept van dood, daar zit al totaal, dat is helemaal ingevuld, volgepland. En het grappige is, toen ik heel klein was, een jaar of 5 of 6, dan begin je te beseffen dat er mensen zijn met de andere talen, bijvoorbeeld Fransen. Die zeggen tegen een boom, zeggen ze arbre, larbre. En ik heb heel lang gedacht van, nou die Fransen, dat is toch wel echt lastig voor hen. Want iedere keer als zij boom willen zeggen, dan vertalen ze het in larbre, omdat ze Frans zijn. Maar eigenlijk weten ze ook al dat het boom is. Nou goed, dat is dan meer een waardevrij voorbeeld. Maar op een bepaalde manier lijkt het erop. Do you remember the cherry blossom in the market square? Do you remember? I thought it was confetti in our hair. By the way, didn't I break your heart? Dit nummer, Keely van Marillion, uit de jaren 80. Het doet mij ook heel erg denken aan Franklin. En dat is, dat was een persoon toen ik student was in Wageningen. Dat was een heel charismatisch figuur. Hij was alcoholist en hij had een soort ziekelijke neiging tot liegen. Maar hij had een waanzinnige uitstraling en hij had continu een wisselende groep. Intellectuele studenten, dus links progressieve studenten om zich heen, waarmee hij dan gewoon compleet zijn eigen ding deed. En achteraf, hij zei, destijds was ik een beetje bang voor hem. Ik geloof dat heel veel mensen dat wel, je voelt je heel onzeker, want hij wist precies je zwakke punten. In 2 zinnen kon hij dat gewoon, zei hij dat. En ja, dan voelde je gewoon verloren. Maar hij kon ook gigantisch overtuigend dingen doen. Ik kan me bijvoorbeeld ik weet niet of ik me zoveel kan herinneren. Maar hij had gewoon een waanzinnige uitstraling. Hij was verder ook alcoholisch, dus het was helemaal geen benijdenswaardige man. Hij is ook overleden toen.
toen hij 36 was, zonder vrienden verder, omdat hij het gewoon ja, op het laatst met zijn persoonlijkheid gewoon onhoudbaar. Het is ook iemand die dan af en toe wordt uitgekotst in een subcultuur. Hij kwam uit Den Haag. Maar dit nummer, dat kon hij echt tientallen keren achter elkaar draaien. En waarom? Je weet het niet. Maar hij had van deze single had hij een soort single, dus met de plaatsspeler. En die single die had de vorm van een nar. En dat was een hele kleurige. Dus die single was niet zwart, maar dat was gewoon een beeldenis van een nar. En die draaide die dan tientallen keren. En dan ging hij langs bij de burgemeester. Hij liep bij iedereen binnen. Bij de burgemeester, bij de professoren liep hij binnen. Ging hij gewoon praten en dan was hij op de vakgroep filosofie. En dan zei hij van nou, ik heb gisteren hier de hele geheime voorraad whisky opgedronken. En dan dacht je als student van ja, wat is dat nou? Hebben ze hier een geheime voorraad whisky? Heeft hij die opgedronken? Alles was mogelijk. Maar het was wel een. Hij heeft ook wel denk ik heel veel verdriet aangericht. Want hij was gewoon onhoudbaar als persoonlijkheid. Maar achteraf. Ja, ga je daar toch anders naar kijken. En kan je vast wel zeggen, hij was wel zichzelf. Ik draai Kili nog een keer. Hij was dus eigenlijk een soort G.G. Allen van Wageningen. Ja, dat kan je zeker zeggen. Het was ook een hele, denk ik toch wel een hele intelligente gast. Ja, zo'n single met een plaatje erop, dus een afbeelding, dat heette een picture disc. Sorry. Dat bedacht. Maar die picture disc, het was dus niet alleen maar een ronde single, maar de benen van die nar, die waren dan op LP-lengte. Dus er lag gewoon een figuur over die single, die over de hele draaitafel lag. Alleen het speelgedeelte was te groot voor een singeltje. Ja.